Iets anders. In de toekomst kan je misschien niet meer elke operatie krijgen die je zou willen. Volgens Zorgverzekeraar CZ is er geen enkele ruimte meer in de zorg. Waarschijnlijk zijn er komend jaar al mensen die niet meer de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dat zegt bestuursvoorzitter Joop de Groot van CZ. Volgens hem zijn de grenzen van het zorgsysteem namelijk bereikt. En die grenzen worden met name bepaald door het feit dat het aantal mensen wat in de zorg werkt, nu ongeveer 1 op 6, dat dat niet meer zal worden. Ja. Die zorgvraag stijgt wel. Ja, ja. Dus we, moeten, we moeten echt andere dingen gaan doen. De, de zorg moeten we een boost gaan geven, maar we moeten ook anders nagaan denken over zorg. Naar het uh, panel. Moeten we andere dingen gaan doen, Sonny Spek? Ja, dit is natuurlijk een zeer breed vraagstuk. Want je zei net, de operaties kunnen hier nog wel worden uitgevoerd. Maar het zorgsysteem loopt natuurlijk op allerlei gebieden aan zijn kant. Als het gaat over de WMO, als het gaat over de jeugdhulp. Uh, als het gaat over de rol van de gemeente. En ook inderdaad, nou, dat hebben we ook gezien met de coronacrisis. Van hoeveel bedden zijn er überhaupt uh, beschikbaar? Dus daar is ook niet een makkelijk antwoord op uh, te geven. Mm het -hmm. gaat zelfs over de bevolkingssamenstelling. Dat we veel meer oudere mensen krijgen. Natuurlijk vergrijzing. Nou, jongere, uh, jongere mensen moeten daarvoor uh, gaan werken. Ja, er zijn een aantal dingen waar je naar kan kijken. Uh, bijvoorbeeld uh, normalisering. Dus niet iedereen die een zorgvraag heeft. Als het bijvoorbeeld gaat over psychische problemen. Dat ik een zware indicatie geven, maar kijken hoe je het op een andere manier kan uh, oplossen. Uh, bijvoorbeeld vanuit de praktijk ondersteunen, bij de huisarts. Hè, dat je meer uh, probeert dat uh, ja, naar beneden te schalen, zodat het ook minder kosten met zich meebrengt. Hè. Want dat houdt het ook uh, behapbaar. Dat wordt nu ook in veel uh, gemeenten gedaan. Uh, het gaat natuurlijk over levenslopen, standige woningen. Hè, dat je veel meer rekening mee moet uh, gaan houden. Het gaat over het maatschappelijk middenveld, wat daar een hele belangrijke rol bij speelt. Nou, dat hebben we bijvoorbeeld in Katwijk hebben we dat heel erg sterk, met uh, sterke verenigingen. Uh, we we hebben kerken die je uh, helpen. We hebben uh, sterke sportclubs die uh, veel jongeren een plek bieden. En als je het maatschappelijk middenveld ook in stelling brengt. dat het ook blijft stimuleren. daar gaat ook een enorme preventieve werking van uit. Maar ja, de zorg uh, loopt op zijn kanten. Daar zijn natuurlijk heel veel verschillende oorzaken uh, van. Dat gaan we ook niet hier in tien minuten oplossen. Nee, kijk. Een paar, een paar oorzaken, simpel. Het wordt duurder, mensen worden ouder en een hele belangrijke oorzaak, dat hoor ik ook vaak van Diederik Gommers, IC-arts, die zegt van ja, het personeel dat, dat we nu hebben, daar gaat niet echt meer bij komen. Nee. Dus dat is het personeel dat is weggelopen door de coronacrisis, dat ben je vaak ook gewoon kwijt. En we moeten in oplossingen denken. Nu, naast meer personeel stelt de groot nog een aantal andere dingen voor, zoals... Alleen noodzakelijke zorg leveren. Dat noemen we met z'n allen passende zorg. Mm -hmm. Is nou iedere vorm van zorg die we nu leveren ook wel echt noodzakelijk? Ja. En laten we vooral focussen op de zorg die echt noodzakelijk is. Mm -hmm. En daarmee creëer je ook ruimte om mijn zorg te leveren voor de mensen die dat ook echt nodig hebben. Ja. En het tweede is, we zullen ook daar moeten denken soms over de manier waarop we de zorg leveren. Mm -hmm. Met digitalisering kunnen we op een aantal onderdelen wel degelijk hele grote stappen zetten. Nathan Kramer. Ja, nou ik denk dat er ook nog wel. Uh, want er werd meer personeel genoemd. Maar ik vind dat, dat moet ik wel ook een beetje. Daar schrik ik uh, altijd een beetje van als dat wordt geopperd. Omdat je ook dan moet kijken van hoe organiseer je dat. En als er nu uh, allemaal afdelingen zijn binnen ziekenhuizen. En andere dingen die zich alleen maar bezighouden met contracten. En uh, contacteren. En allerlei andere dingen. Dan denk ik van nou. Dan gaat er eigenlijk ook heel veel werk uh, verloren. wat eigenlijk gewoon ook in directe zorg kan worden betrokken. Uh, er is een concept buurtzorg. Uh, waarin geen managementlaag zit. waarin er één kantoortje zit. die soms ondersteunt met een forum... en met uh, onderwijs. Als, als er iets even echt misloopt. en echt puur voor die basiszorg. voor gewoon. Uh, ja, wat, wat nu ook vaak onder mantelzorg valt. dan kan dat echt een oplossing zijn. Het is goedkoper, het leeft meer op voor het personeel. Ja, daar zit ook nog wel echt een oplossing die niet alleen te vinden is in meer personeel. Maar um, er wordt hier toch wel door de grote een, 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 een ander, misschien noem het een proefballonnetje, uh, opgelaten, dat we op één punt moeten kiezen welke operaties we bijvoorbeeld wel nog doen en niet meer doen. Want dat personeel kan je ook weer voor de grotere zorgvraag inzetten. Sonny, is dat een terecht punt waar we nu echt over na moeten gaan denken? Um, kijk, hij geeft natuurlijk aan dat we moeten kijken van moeten we ook de operaties doen die eigenlijk niet per se noodzakelijk zijn. Nou, ik denk dat je daar zeker naar kan kijken, maar volgens mij wordt dat nu ook al in grote mate gedaan. Uh, als, er wordt daar ook al door de specialisten goed naar gekeken van is zorg wel of niet noodzakelijk? Er Wordt er ook altijd met de patiënt goed over gesproken die daarbij ook een belangrijke stem in heeft van uh, wil ik dat nog? He? En dat in de praktijk zullen ook heel veel mensen zeggen van nou, van mij hoeft het niet meer, want ik ben al ouder. Ja. En uh, uh, ik zie dat niet meer zitten. Het is wel goed zo. Dus daar, daar, zit, daar wordt natuurlijk al heel erg scherp naar maar gekeken. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat we straks, misschien in de toekomst, zeggen: iedereen die boven de 70 met, uh, met iets komt, ja, die kan niet meer geholpen worden? Want daar hebben we de capaciteit gewoon niet voor. Ik denk dat je dan echt eerst moet gaan kijken naar uh, andere mogelijkheden om ook personeel uh, te werven. Je maakt net de opmerking eigenlijk over die bureaucratie. Nou, daar natuurlijk ook heel veel mensen mee bezig. Dat is ook de manier waarop het we het zorgsysteem hebben ingericht. Voor mij hebben we daar ook wel voor gekozen. Dat is ook niet, niet zonder reden. Dat komt niet uit het niets. Dat, dat, dat doen we ook met z'n allen. Ik denk eerst dat je daarop moet gaan inzetten. Uh, en dat je eerst moet gaan kijken van nou, hoe kunnen we het nog efficiënter maken. Inderdaad, ook die digitalisering. Daar zal echt nog een slag mee te maken vallen. Uh, ook mensen meer zelfredzaam proberen te maken. Als je tegenwoordig kijkt hoeveel mensen, al zelf, hoeveel mensen ook digitaal waardig zijn, hoeveel ze zelf kunnen uh, leren, te weten kunnen komen via uh, digitalisering, dan is dat denk ik ontzettend goed. Uh, maar uiteindelijk moet je gewoon voldoende mensen hebben. Daar nou moet je je nu al voor gaan inzetten. En eigenlijk zie je die problemen steeds terugkomen, ook als het gaat over Schiphol. Van ja, we hebben nu niet voldoende mensen. Ja, dan moet je er nu al wel mee aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat dat gaat gebeuren. Eh, daarom denk ik ook dat het goed is dat we kijken: van hoe, hoe kunnen we die arbeidsmarkt uh, robuust maken? Hoe kunnen we genoeg mensen hebben? Ook in de toekomst toe? Moet dat bijvoorbeeld met arbeidsmigratie? Ik weet bijvoorbeeld eh, als het gaat over tandartsen. je had heel vaak eh, dat ook mensen uit het buitenland daar werken. Nou, daar kan je ook over nadenken als het gaat om specialistische zorg. Eh, dus daar zou ik eerder naar willen kijken dan zeggen van. Harde kap. Ja. Inmiddels heeft minister Kuipers trouwens zojuist gereageerd op de noodkreet van CZ. Volgens hem is een reorganisatie van de zorg nodig om het probleem op te lossen. En hij wijst op het Integraal Zorgakkoord dat bij zou kunnen dragen aan de vermindering van de druk op de zorg. Maar garantie dat iedereen in de toekomst toegang tot de zorg heeft, kan hij niet geven. BNR breekt. Zometeen praten we nog even door over het eigen nieuws van Sonny en Nathan. Om één uur wordt de selectie van Oranje bekend.